Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met je de gelezen boeken van april bespreken. Ik heb in april 5 boeken gelezen en ik ga je wat korte informatie geven over deze boeken. En ik vertel uiteraard wat ik van deze boeken vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in de maand april, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het Rovers Hart, geschreven door Emma Anna. In de vorige gelezen boekenvideo heb ik deel 1 al besproken. Dit is deel 2. En dit boek gaat over Artemis. En in dit deel is haar hart gebroken, maar ook gestolen. Want ze is dus door Jurre eigenlijk voorgelogen en ze kan dit eigenlijk niet vergeten. Het vertrouwen in Jurre en in zichzelf is dan ook echt totaal verdwenen. En het erge is ook nog, ze moet ook weer naar de werkplek toe die ze eigenlijk inmiddels zo verafschuwt. Omdat daar dus een vreselijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Artemis woont bij haar pleegmoeder, bij Daisy. En zij zorgt er ook niet echt bepaald voor dat het sprookje dat Artemis in haar hoofd heeft, ooit voor realiteit zal zorgen. Want Daisy zorgt eigenlijk niet heel erg goed voor Artemis. En Artemis die betaalt heel veel voor Daisy. En Daisy die neemt alles een beetje zoals het komt. Ze vindt het allemaal wel dikke prima, zeg maar. Jurre komt eigenlijk tot het besluit dat hij toch een van de grootste fouten in zijn leven heeft gemaakt. Alweer. En doordat hij het meisje voor wie hij eigenlijk keihard gevallen is, heeft voorgelogen. En hij wil eigenlijk niets liever dan Artemis terugwinnen en het ook uitpraten. Maar de grote vraag is eigenlijk of was begonnen als een zomerflirt, of het waard is om ervoor te vechten. Omdat Artemis heel erg worstelt met het feit wie ze nou zelf is. En Jurre die heeft ook nog eens te kampen met zijn ex, die het liefst hun dochter helemaal voor zichzelf wil hebben en eigenlijk niet meer bij Jurre in de buurt wil hebben. En daar heeft zij ook haar redenen voor. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de hoogtepunten van dit deel van dit boek. In het volgende deel zul je horen hoe het een beetje verder gaat. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Hartsvlucht, ook geschreven door Emma Anna. En ja, dit is eigenlijk het vervolg op het boek wat ik net met jullie besprak. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. En komt het er eigenlijk op neer dat je een happy einde niet zomaar krijgt. En dat je hier echt wel wat voor moet doen. Artemis en Jurre hebben een jaar lang in een heel diep dal gezeten. En dat realiseren ze zich ook echt wel al te goed. Omdat Artemis heel erg heeft gestrukkeld met zichzelf. Jurre had heel veel problemen met zijn ex. Dus ze moesten eigenlijk beide ook even heel goed uitvinden wat voor hun nou het beste werkt, zeg maar. Jurre probeert eigenlijk dit hele gebeuren achter zich te laten en doet een heel groot gebaar naar Artemis toe. En alles lijkt eigenlijk de goede kant op te gaan. Maar dan doen zich toch onvoorziene omstandigheden voor en blijkt het toch dat de pas geheelde wonden nog niet helemaal bestand zijn tegen alle elementen die van buiten afkomen. In dit boek word je ook een beetje meegenomen door Amon en hij komt tot een hele schokkende ontdekking en hij wil dit eigenlijk voor Artemis verborgen houden. Want hij vindt dat het Artemis verdient op dit moment om op een roze wolk te zitten. En hij wil niet dat ze weer in de put belandt. Maar door deze ontdekking komen ook dingen voor hem in een heel ander perspectief te staan. En gaat hij zich ook heel erg afvragen. Had ik dingen anders kunnen doen? En denkt hij vooral ook heel goed na over zichzelf. Ik vond het echt wel een heel. Het was wel een heel mooie afsluiting van deze reeks. Omdat je toch de puzzelstukjes meer in elkaar kunt puzzelen. Waar je eigenlijk in de eerste 2 boeken heel veel vragen over hebt. Waar je niet achter komt. En uiteindelijk in het laatste deel vallen die stukjes dus toch op zijn plek. Daarom vond ik het ook wel moeilijk om dit boek dan elke keer weg te leggen. Want dan dacht ik, oh, maar nu wordt het spannend. Dus eigenlijk wil je dan doorlezen.
Ik zou deze reeks wel aanraden. Ik moet wel zeggen, ik heb dus heel erg gestrukkeld met de naam Artemis en Amon. Want het is eigenlijk Toetegamon. In het begin vond ik het allemaal een beetje vreemd. Maar eigenlijk, als het boek steeds verder kwam, ben ik toch wel blij dat ik deze reeks heb doorgezet. Dus ik vond hem uiteindelijk toch wel heel mooi. Het volgende boek wat ik heb gelezen heet De Perfecte Huisgenoot. En is geschreven door Vee Gayland en Penelope Bartz. Ik moet zeggen dat ik dol ben op hun boeken, want ik vind hun boeken echt heel goed geschreven. Ik heb ze tot nu toe ook allemaal al gelezen en ik word elke keer blij als ik een nieuw deel zie. Dit boek gaat over Molly en Molly is op zoek naar een nieuwe huisgenoot. Maar ze begint eigenlijk de hoop een beetje te verliezen, want ze wil eigenlijk alleen maar een vrouw. En alle gesprekken die ze tot nu toe heeft gehad, die lopen uit tot niks. Voor haar is het belangrijk dat er eigenlijk iemand overdag werkt, omdat zij veel nachtdiensten draait in het ziekenhuis en zij overdag veel moet slapen. Het gaat gewoon eigenlijk niet echt te lukken, want ze krijgt een muzikant voor zich of vrouwen die overdag juist het gewend zijn om wel heel veel thuis te zijn en dan ook nog gewoon heel veel geluid te maken. Dus de zoektocht wil gewoon niet. Dan komt ze eigenlijk de perfecte kandidaat tegen, want die is aardig, gezellig, kan goed koken. Maar het enige probleem is, het is een man en ze wil absoluut geen mannelijke huisgenoot. Hij is best wel knap, hij heet Declan en eigenlijk wil ze dat niet en ze wimpelt hem dan ook af. Uiteindelijk heeft hij nog de volgende dag bij haar zelfgebakken koekjes voor haar deur gezet. En dan zegt ze toch van ja, sorry, ik waardeer het gebaar, maar ja, ik ga het toch niet doen. Uiteindelijk komen ze elkaar dan toch weer tegen, hebben ze toch een goed gesprek en zegt ze dan eigenlijk heel impulsief, oké, je wordt toch mijn nieuwe huisgenoot, want ze kan eigenlijk niet langer wachten en de zoektocht lukt gewoon niet met een vrouw. Ze worden niet eigenlijk alleen huisgenoten, maar ook wel hele goede vrienden. En ze kunnen eigenlijk allebei wel wat hulp gebruiken op liefdesgebied, want ze hebben allebei in liefde. Ze hebben geen relatie, maar ze zijn allebei op iemand verliefd. Maar ze weten niet zo goed hoe ze bij die persoon heel dichtbij kunnen komen, zodat ze hun gevoelens kunnen uiten. Ze besluiten dan ook om een fake relatie met elkaar aan te gaan, om eigenlijk die om allebei die liefdes die hun niet zien staan jaloers te maken in hoop dat ze ze daardoor wel zien staan. Het plan blijkt eigenlijk al vrij snel wel te werken. Maar ze komen eigenlijk toch wel tot de conclusie dat de gevoelens misschien die ze voor elkaar fakten toch wel echt zijn. Dus dat eigenlijk dat het faken van deze relatie misschien toch wel echt zou kunnen worden. Helaas komen er wel een heleboel hobbels op de weg en moet Declan uiteindelijk ook terug eigenlijk naar het buitenland. En de grote vraag is, komt hij terug en gaan ze uiteindelijk dus een mooie relatie opbouwen? Ik ga verder niet te veel verklappen hoe het eindigt. Ik vond het zelf wel een heel mooi boek. Ik heb ervan genoten en vond het moeilijk om deze ook weg te leggen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is geschreven door Annika Martin en heet Meest Begeerde Miljonair. Dit boek speelt zich af in Manhattan en gaat over Vicky, maar Vicky maakt iets heel raars mee, want een oude dame, Bernadette, denkt dat zij hondenfluisteraar is en wil elke keer weten wat haar hondje Smuckers te zeggen heeft. Vicky wil hier eigenlijk helemaal niet op ingaan, maar Bernadette is best wel sluw en weet haar elke keer weer te vinden. Uiteindelijk gaat Vicky toch overstag als ze ziet dat Smuckers haar hulp nodig heeft. Als Bernadette dan overlijdt, heeft ze besloten om haar aandeel in het bedrijf wat ze hebben, het familiebedrijf Lock Worldwide, na te laten aan Smuckers. En Vicky heeft Bernadette moeten beloven op haar sterfbed dat zij voor Smuckers zal zorgen. En omdat Vicky dus nu het baasje is van Smuckers, is ze betrokken bij een miljoenenbedrijf waar ze eigenlijk helemaal niks van af weet. De familie van Bernadette, waar ze dus eigenlijk geen contact mee heeft, probeert alles te doen om Vicky uit te kopen, zodat ze niet met het bedrijf zal bemoeien, maar Vicky gaat hier niet op in. Omdat Vicky dus de gedachten van Smuckers zou kunnen lezen,
kan zij vertellen of Smuckers het eens is met deze beslissingen. Maar dit is natuurlijk een gedachte van Bernadette en die is er niet meer. En het is natuurlijk niet echt zo dat Vicky de gedachten van Smuckers kan lezen. Eigenlijk twijfelt Vicky ook wel heel erg, want ze wil eigenlijk een beetje leven in de luwte en eigenlijk wil ze nooit meer gebruikt worden door een veel te rijke en te knappe man. Henry Locke, dat is de zoon van Bernadette en CEO van Locke Worldwide. En die is nou precies die twee dingen wat Vicky totaal niet wil. Tot overmaat van ramp leidt Henry zich uiteindelijk toch tot haar aangetrokken te voelen. Dit heeft wel heel veel voeten in de aarde gehad, want in het begin was het allemaal één groot spel. En uiteindelijk besefte Henry dat de gevoelens wel oprecht waren, maar hij wilde dit niet aan zijn neef laten weten, omdat hij zei van je moet haar zo inpalmen dat ze haar aandeel aan jou verkoopt. Als Vicky er dan achter komt dat waarvan zij dacht dat het toch echt was, gespeeld blijkt te zijn, wat eigenlijk inmiddels niet meer zo is, maar Henry heeft dat dus voor zijn neef zo gelaten dat het allemaal nep is, wil ze de stad uitvluchten en nooit meer terugkeren. Dit ook omdat zij een heel verleden achter zich heeft die ze absoluut niet wil oprakelen. En ze weet ook als dit verleden aan het licht komt, is alles voorbij. Ik ga verder niet vertellen wat het verleden van Vicky inhoudt en hoe ze uiteindelijk toch nader tot elkaar zijn gekomen. Daar zou je dit boek echt zelf voor moeten lezen. In het begin was het een beetje vreemd, omdat het hoe het eraan toe ging met het hondenfluisteren en zo. Maar uiteindelijk heb ik toch wel genoten van dit boek en ben ik ook wel heel erg benieuwd geworden naar deel 2. Het laatste boek wat ik heb gelezen is van Anne West en Het winter in de kleine theetuin. Dit is overigens echt een heel kort boek. Maar dit boek gaat over Tirza. Tirza doet samen met haar vader een noodlijdend bouwbedrijfje op Texel. En dan worden ze door de eigenaresse van de theetuin gevraagd om een tijdelijke winteroverkapping te maken. Maar eigenlijk hebben ze maar heel weinig werknemers in dienst van hun bedrijfje. Dus, en de vader van Tirza is ziek, dus Tirza besluit dat ze dit alleen wel zal gaan doen. Ze heeft gevraagd of haar broer haar wil helpen, maar die heeft gezegd, ik wil er niks mee te maken hebben. Als Tirza bezig is om de overkapping te maken, krijgt ze te maken met een aannemer, Maarten de Waard. En ze zijn eigenlijk heel erg goed in kibbelen. En eigenlijk wil Tirza helemaal niets te maken hebben met deze Maarten, want ze vindt het maar een belachelijk stadsmannetje in een strak pak. Maarten ziet Tirza toch dag en nacht doorwerken en haar best doen om de opdracht te klaren, maar hij ziet ook dat het haar eigenlijk niet zo goed lukt in haar eentje. Hij besluit dan om Tirza te helpen en dat gaat toch moeilijker dan verwacht, want Tirza wil absoluut op geen enkele voorwaarde hulp krijgen. Dan is de grote vraag eigenlijk of het Tirza lukt om de koppigheid aan de kant te zetten en toch de hulp van Maarten te aanvaarden. Nou, ik vond het op zich best wel grappig om te lezen, maar ik vond het verhaal niet een hele toevoeging. Het was echt een heel kort verhaal. Dit boek had letterlijk 18 bladzijden en ik vond het verhaal niet heel veel toevoegen. Oké, het las makkelijk weg, het was grappig, maar toen het klaar was, had ik ook echt zoiets van oké, en nu? Vraag me ook echt af of er misschien nog een vervolg op komt waarin je er wat meer van gaat lezen. Want ja, dit was zo'n open einde waar ik eigenlijk niet heel veel mee kon. Ik zou denk ik niet aanraden om hier daadwerkelijk veel geld voor neer te leggen. Want dat vind ik het boek zelf niet waard. Omdat ja, zo'n dun boekje met 18 bladzijden en eigenlijk ja, het verhaaltje is grappig, maar het voegt niet heel veel toe. Dus ja, echt een aanrader zou ik zeggen, nou nee, toch niet. Dan waren dit mijn gelezen boeken van april. Ik vond zelf dat er hele mooie boeken bij zaten. Ik heb ook weer genoten van deze boeken. Ik ben benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat misschien je interesse gewekt is om een van deze boeken te gaan lezen. Laat het zeker even weten bij de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien.
Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf die rode button aan te klikken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video op mij online staat. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!